Het was de grootste nachtmerrie van Maddie en Alex die ze konden bedenken. Het in vlammen opgaan van hun net in gebruik genomen partyschip, de Rivers. Het afgelopen jaar is heel slecht geweest. We zijn bijna failliet gegaan, onderverzekerd geweest. Iedereen heeft ons zeer goed geholpen. Alle mensen waar we mee werkten. Dus ons de ruimte gegeven om weer op te kunnen starten. Maar eigenlijk dachten we dat het gewoon klaar was. Nou, we hebben wel een week na de brand hebben we een oproep geplaatst in de schuttervaarders. Dat is echt voor de binnenvaartschippers. Ja, of er iemand was die ons kon helpen aan een ander schip. En kwam er snel een reactie op? We hebben meerdere reacties gekregen, echt van een aantal schepen gewoon. En nou, uiteindelijk kwam via de Ocean Diva groep de Classic. Want dit was de oude Ocean Diva Classic. En die boden ze aan. En ja, toen zijn we gaan praten en toen zijn we er uiteindelijk uitgekomen, half februari. Nu ruim een half jaar later ligt hun nieuwe schip aan de kade bij het poortgebouw. Vorige week aangekomen en nu op orde gebracht voor het feest van vanavond. Nou, normaal hebben we hier restaurantruimte, maar we hebben nu een evenement voor salsa. Dus nu is die leeggeruimd. En ja, alle mogelijkheden hebben we wel om in bepaalde ruimtes iets te doen. Ja. En ja, dit is eigenlijk het eerste feest wat gehouden gaat worden op dit nieuwe schip. Ja, we hebben hem afgelopen zondagnacht hebben we het schip gekregen. En we moesten klaarstaan dus voor vannacht. Dus ja, het is het eerste evenement, wel spannend. Ook voor de komende maanden staat er inmiddels een flink aantal boekingen van het schip op de agenda. En Wendy en Alex hopen nu dat de problemen voor goed verleden tijd zijn.